Okay. Are you guys here? What the fuck? Wait, it's actually cool. We zijn aangekomen. En we zitten nu zo in het busje dat ons voert naar de locatie. Het is echt zo, je zit in een limousine. Zo mooi. Het is echt heel warm, want het is wel aan het regenen, maar het is warm. En dat boeit. Dus nu gaan we eerst een test gaan doen, omdat dat moet. En dan gaan we naar het hotel en dan moeten we daar in het hotel wachten totdat we negatief zijn. En dan mogen we vrij in Bangkok. Long. Yes! Het is, we zijn achter. Wat de f***? Ik denk dat er toch goed op is. Goedemorgen! Het is 18 februari. Het is dus de eerste officiële volle dag dat we hier zijn. En we zijn negatief getest, dus we mogen eindelijk buiten. En we hebben al een roomservice ontbijt besteld, want normaal gingen we naar beneden, maar toen belden ze en toen dachten we, ja, we bestellen gewoon trail roomservice. En vandaag gaan we naar een gouden Boeddha dinges gaan kijken. Wel? Nee. Nee. Oh my god. Ik weet niet wat we aan doen vandaag, mijn arm wordt moe. Oké, tot straks. En ja, ik ga de fit laten zien. Kijk hoe cool! This is the breakfast. Mm. Ze zitten in een sofa restaurant dingetje en we hebben gevraagd wat ze hier, ja, hoe zeg je dat in Nederlands, recommend. Wat dat ze aanraden. Wat dat ze aanraden en we hebben iets met rijst en al, dus ik ben super benieuwd. En hier moet je ook uit plastic flesjes drinken, dus niet zeggen, oh my god, plastic. Wat moet, want water uit de kraan kan je diarree van krijgen en ziektes en ja, dat willen we niet. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat eten. Ik vind het er echt lekker uitzien. Lekker. Super lekker. Oh my god, proef. Mmm. Dat is zo lekker. Goed? Mm. Yes, yes. Mmm. Ah, ik vind het heel. Ik vind het heel iets snot. Ja. Ja, net was. Nou, krapje. It's like a movie. Dat is zo de grootste Boeddha in echt hout, is dat? Een heel grote Boeddha en ik heb net gezien en wauw. Gewoon het hier geen woorden voor, is zo mooi. We zitten op een bootje, we zitten helemaal alleen, alleen met de bestuurders. En het is zo mooi, oh my god! Hey, yo. Hoe zou je winnen van de aap? Ik zou niet winnen van de aap, denk ik. Wat denk jij? Ik weet het niet. Je weet het wel, daarnet zei je ja, dat de aap zou winnen. De, van één aap misschien. Maar het probleem is, ik ben echt niet zo sterk. Like dat, nee, vroeger was ik echt veel sterker dan nu. Ze hebben muziek opgezet, dus we moeten het vervangen. Voor copyright. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, Papa. I tell you, Papa, too. I'm gonna let it. We zijn net uit het bootje en het was echt zalig, een beetje met muziek. En het was zo mooi, echt wauw. Dat is echt super. En we zijn, ja, waar zijn we? Hoe noemt dat? Thailand. Een soort tuinachtig ding met allemaal boompjes en tempels en tempels en super leuk. Kitten. Ik heb niet aan. Hallo Pony. Eet me out. We zijn in het hotel en we zaten net weer in de tuk-tuk. Dat is echt het leukste vervoerding ooit hier. Nu gaan we piano spelen.
You don't dare. Oh. En die tuk-tuk ging zo snel. Wow, ik dacht rustig. En het is al 's avonds, dus wij gaan dodoken doen. Goedemorgen. We zijn aan het Limburg. En vandaag gaan we een beetje rondwandelen. We zien wat we gaan doen. Ik ben een boterkoekje aan het eten. Super lekker, met water, lekker. Het is zo warm. Ik heb het gevoel warmer dan gisteren. Toppie natuurlijk. We zitten bij Starbucks en ik wou het een keer proberen. Dus hier is de test. Een heel andere smaak. Bij Starbucks vragen ze altijd mijn naam. En ik denk dat ze mijn naam in Thais waarschijnlijk inderdaad geschreven hebben. Dus nu gaan we kijken of dat echt mijn naam is. Anders zou dat zo cool zijn. Long stare. Tot zo. Yes. Voor duiven. We gaan straks schorpioen proberen. I am scared, let me tell you that. Het ruikt naar noodles. Daar viel gewoon mijn tand. Ik durf dat niet in mijn mond te steken. Ik overdrijf zo hard. Onderdrijf. Oh. Oké. Okay. Kip. Ik ben gewoon kip aan het eten. Hier ben water. Het ding dat daar in je hoofd zit, maakt me willen kotsen. Snap je? Dat is gewoon zo kut. We zitten op de boot in Floating Market. Ik ben heel benieuwd wat we gaan zien. Thank you. 50 is okay. Het is echt lekker. Het is fris. Water. Ja, dat zit hier ook wel. Lekker. Ja. Road, ja, dat is een railroad. Railroad market. Dat was ik zo best. En dan is zo een marktje naast een treinspoor. En dan om de zoveel tijd komt er een trein. Je moet alles aan de kant doen. En dat zat is hoe dat mensen hier leven en zo naast een treinspoor. En dat ze dan altijd zo alles moeten erin halen. En dat is wel heftig om te zien. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I'm I'll miss you if you go. Okay. Het is heel pop. We zijn ergens ver buiten Bangkok en het is een deel. Oh my god. Oh, komt ie? Oh ja, en hier rijden er nooit taxis en we zijn al zo lang aan het zoeken en aan het wachten en hopelijk is het. Ik denk dat die gaan ronddraaien. Ik hoop echt dat het voor ons is. We zijn echt al meer dan een uur aan het wachten. Het duurt zo veel te lang. We hebben al helemaal super veel toertjes blok gedaan. En echt, oh my god. Is dat echt? Yes, oh my god. We zijn uit de taxi. We zijn er eindelijk geraakt. Maar we hebben zoveel honger. We zouden waarschijnlijk zoeken naar een McDonald's. Want we hebben zoveel zin hebben gehad. Dus ja, we hebben veel te lang gezeten. In de auto naar mijn woesting, een uur en een half of zo, en het is lang. En morgen zijn we eindelijk echt zalig weer. We zijn aan het wandelen en terwijl zijn we aan het praten tegen zo'n local en echt super vriendelijk. En nu zijn we bij een tempel. We gaan een foto, hè? Oh, oké. Wat? Dus ik denk dat jullie wel nog beseffen dat ik daarnet vertelde over dat we aan het praten waren met een local en die ons allemaal dingen vertelde over Phuket en Pipi en waar we allemaal naartoe zouden gaan. En we waren ook een keer hier in Bangkok naar een information center voor toeristen. Zijn we daar naartoe gaan voor een keer te kijken over reizen en allemaal weetjes en tips en dingen. En hij vertelde daar ook over en hij zei dat het allemaal scam was en dat dat niet waar was. En ja, en dat hij ook een keer zo gescamd was en al. En wij gingen helemaal mee in dat verhaal. En zo heeft dat 2 uur geduurd totdat het nu donker was. Hij is hier.
En blijkbaar is dat ook een van, van die toeristending. En heeft hij ons ook gescamd. En heeft hij gewoon zo verteld dat we op reis zouden gaan en al. En nu is hij hier terug. En hij zei dat hij naar een kleindochter moest die een baby had. Maar hij is hier nu. Hij zei dat hij naar het ziekenhuis moest omdat de kleindochter is bevallen. En nu loopt hij hier opeens. Het is allemaal bullshit. Ik vertel dat verhaal een beetje. En now he's here. What the fuck? Chef, zo er, hoe kan je zo zien? Letterlijk, hoe kan je zo zien? Ik kan er echt niet tegen. Ja, het is wel erg. Zeker omdat het zo een oude man is en je gaat er gewoon mee, je hebt medelijden. Allee, je hebt zo van, oh, het baby is geboren. En dan, hij vroeg ook van, ja, even mee gaan praten en wandelen. En omdat hij naar het ziekenhuis moest en al. Dus we dachten, hey, we gaan even mee wandelen omdat hij dat vroeg voor te praten. En ja, scam, dikke scam. Echt belachelijk. Goedemorgen, we zijn al onderweg, het is al 8:30, vroeger dan normaal denk ik, want normaal zijn we nog een beetje aan het gymmen. Maar we zijn bij December What Tayman of zoiets. 10 uur, 10 uur 30 gaan we terug naar het hotel, dan gaan we ons dak maken en dan vertrekken we naar het vliegveld al. Dus we gaan vlug een beetje rondkijken, genieten, want het is echt prachtig. En we hebben een lange outfit aan. Echt prachtig, ik vind de broek wel cool, maar... Het is niet zo flatterend op elkaar, maar oké. Okay? Omdat in de tempo moet je lange kleren aandoen. Niet zo super warm, te warm. Nee, ik wil nu nog mee van, het is nog vroeg. Het is ochtend inderdaad. Oké, okay, let's go. De grootste massief gouden boeddha in Thailand of ter wereld? Ik denk in Thailand. Gigantisch groot, jongen. En ik vraag me echt af hoeveel ze dat wegen. Entertainment. Hallo, kidoki. Wij zijn op de vliegveld. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I'm